genoeg van de steden met de culturele hoogstandjes en moskeeën, gaan we op weg naar een van de grote toeristische attracties van Turkije, de Kappadocië. Het sprookjesachtige gebied, met rotsen in de vorm van puntmutsen en zogeheten veenschoorstenen, ondergrondse steden en mysterieuze schuilkerkjes, trekken elk jaar meer bezoekers. Vanaf de camping heb je een fantastisch uitzicht over het dal. En iedere morgen stijgen er bij het aanbreken van de dag 80, in het hoogseizoen soms wel 150 ballonnen op. Behalve vanuit de lucht kun je er prachtige, over goed uitgezette routes wandelingen maken. Na wat zoeken vinden we de route naar de Roze Vallei. En weldra zijn we op pad. Het eerste stuk gaat vrij gemakkelijk, met prachtige, wisselende vergezichten. Even verder is het klauteren en voorzichtig het pad proberen te volgen. Maar eenmaal beneden in het dal is het redelijk vlak. Ook hier vind je op toeristische trekpleisters lokale handelaren die wat lira's proberen te verdienen. We checken of we nog de juiste weg volgen en gaan verder over een goed begaanbaar pad door de Duiventillervallei. De naam Duiventillervallei is afgeleid van de talloze gaten die zijn uitgehakt in de rotsen en waarin duiven, van belang voor de bemesting van de wijngaarden, zich kunnen nestelen.
Onderweg kom je soms grotkerkjes tegen. En naar dit kerkje gaan we later nog terug. Opeens staan we in een goed onderhouden wijngaard. Bewoners zijn er niet te vinden, maar het lijkt erop dat hier regelmatig mensen aanwezig zijn. Met enig klauteren komen we in het eerdere grotkerkje. En hier kunnen we even voor de regen schuilen. Binnen vind je enkele zwaar beschadigde fresco's. Gezichten en vooral de ogen zijn grotendeels weggekrapt door islamieten, die door hun geloof geen afbeeldingen van mensen dulden. Als het weer droog is, gaan we verder. Vinden een plek voor de lunch om daarna via de Duiventillervallei terug te gaan naar de camping.